Even wat van die kindjes vlammen die denken dat ze issues met me hebben. Je weet niet eens wat er kan gebeuren. Deze tijd kan je van alles rappen, maar ik ben echt SO naar heel Arnhem man. 026 veel boys uit Su en veel uit Koerdistan. Veel Turken, veel lobby man. Love, bedoel, we zijn allemaal soort van buitenlands. Turken werken hard, heerlijke vrouwen. Maar deze kleine terrortrukjes zijn echt een schande. Voor een is niet de opvoeding. Ik noem dat niet eens ouders. Ik kots op je stamboom en je voorouders. Ik wil dat ze dit onthouden, want ik ga alles onthouden al. Is pas over 10 jaar ga ik je vouwen. Dicht vouwen ze vinden ons te oud voor rappen. Het was altijd al voor grote mannen. Je bent 15, maakt geen levenservaring. Je denkt je hebt er verstand van. Busy is boven 30 en jullie geil op helemaal sletjes. Hypocriet, laatst zat je met de stijve moela beter kijken. En heb je wat te zeggen? Laatste keer dat de jongen op me ging schelden was ik netterstom. De kei op groepsapp waar mijn baas kon kijken. Al 8 maanden terug pussy die niks durft. Hoe kan je met jezelf leven? Hij zal tegen mijn gezicht zeggen, je raadt het al. Is nooit gebeurd, nerd.